Kampioen van Europa. Zijn wedstrijdgewicht is 62 kilo. Zijn tegenstander, de wereldtitelhouder en kampioen van Thailand, de heer Natty Tawil, is 65 kilo. 3 kilo verschil. We weten ongeveer wat de mogelijkheden van Kabin zijn en van de heer Tawil. Tawil is trouwens echte naam. Zijn vechtnaam, ze hebben dus een fighting name zoals ze dat noemen in Thailand. Laat dus geheel anders, maar in Europa vecht iedereen onder zijn eigen echte naam. We zullen ze dadelijk de heer Kabin, waar we eigenlijk nu al op het ogenblik mee bezig zijn, vragen naar zijn mening van dit gevecht en zijn impressie van zijn tegenstander en wat hij zelf denkt van zijn eigen mogelijkheden. Het is bekend dat ze wel vreselijk veel kunnen incasseren, de Thailanders, vooral op hun hoofd en op hun lichaam. Maar wat denkt u van uw tegenstander? Heeft u enig idee hoe die vecht? Heeft u hem wel eens bekeken? Ik heb thuis een videoband van hem. Als de bel gaat, dan komt hij als achterlijk op je af. En dat is precies in mijn straatje. Want ik val het niet graag aan. Ik vecht graag achteruit, dus hij zou wel komen. Hij heeft laatst in Thailand de jongens zijn benen twee getrapt. Dus geen cookie. Dat is al, je wordt niet zo natuurlijk kampioen van Thailand en wereldkampioen, dus de officiële titel. Ik onderschat hem niet, maar ik onderschat mezelf ook niet. Als ik vanuit ga dat ik ga verliezen, ga ik heus de ring in. Ik ga in de ring om te winnen, oké, als het anders uitloopt. Maar ik ga hem niet die gordel cadeau geven. Hij gaat ervoor moeten knokken, die gozer, als hij die gordel wil hebben.